Oh, en aan een leraar van school en mijn oma. Oké. Okay. En jij? In de moedertaal van wie is het beleefd als je degene tegen wie je praat, als je die niet kent, of als je tegen een groep spreekt. Zoals nu, bijvoorbeeld? Ja, zoals nu. Dan is het beleefd om je eigen naam te gebruiken in plaats van ik. Dus in plaats van ik snap het nu, zeg je wie snapt het nu? Ja. Maar dan moet je wel wie heten. Als je wie heet, dan kan je zeggen wie snapt het nu. Oh, ja. Maar als wie in het land gaat wonen waar wie gaat wonen zo praat, komt wie erachter dat de mensen die daar wonen best wel stom reageren als wie zo praat. Wie begrijpt het eerst niet goed? Is wie niet beleefd genoeg? Wat is er mis met hoe wie spreekt? Wie geeft toch gewoon goed antwoord op de vragen? En... ngàn xanh lắm quả nhiều hoa, cô đôi dạo gót vào ra sớm chiều, chiếc thổ mây nặng chiếu lưng đèo. Ja, wie weet waarom draakveeën en koningen doen wat ze doen. Ik kan alleen maar vertellen hoe het is gegaan. Oké, suf. En de die hut, die stond net als die andere hutten op palen boven het strandje. En was gemaakt van bamboe en hout en had geen ramen. Omdat hij dan koel en zonder insecten en dat hij toch alleen gebruikt werd om in te slapen of te bevallen. En neuken, neuken jongen. En neuken. Hey wie? Jij bent toch in een paleis geboren? Ja. Nee. Oh nee, nee, klopt toch niet. Hé, maar die foto's die je me had laten zien. Welke foto's? Van die huizen in al die vrolijke kleuren met die zwaaiende kinderen. Oh die, nee. Dat zijn de graven van mijn opa's en oma's. Die huizen zijn voor de geesten. In Vietnam hebben de geesten betere huizen dan de levenden. Cool? Ja, dat is best wel cool. Gedeelte in van het ritueel. Ik denk dat onze vrienden, voorouders en dierbaren al wel wat hebben gegeten. Hopelijk hebben ze wat voor ons achtergelaten. Vroeger dacht ik altijd,
Ik was ongeduldig, ik was bang dat het eten al op was, voordat wij begonnen. Maar ik moest nog even geduld hebben, voordat mijn vader het teken gaf. Ja, dankjewel. Ja, voor het eerst, allereerst wil ik zeggen...